Het perfecte gerecht voor een vijfgang diner zijn spring rolls, heel erg makkelijk en snel om te maken. En ik heb hier een gast die mij daar heel erg goed bij kan helpen. De enige echte Rudolf. Nou, dankjewel, Jill. Wat woon je leuk. Dankjewel. Ja, dit is nu al een van de leukste keukens waar ik ooit ben geweest. Nou, de meest kleurrijke in elk geval. Er is niemand minder dan Rudolf van Veen. We gaan eclairs maken. Ik heb alle ingrediënten al neergelegd, maar ik dacht, ja, voor het perfecte spring roll recept moet ik natuurlijk bij jou zijn. Heb jij tips voor mij? Kunnen we samen gewoon doen. Nou, het eerste is eigenlijk een compliment voor de keuze. Hartstikke leuk, zoveel lekkere dingen. Rode bietjes, wortel, een mango, komkommer, hartstikke leuk. Ja, en deze velletjes, die zijn zo mooi, hè? Ja, dat zijn rijstvellen. En verder hebben we nog mie nodig, ja. Honing en sesamzaadjes. Ja, als we nou de helft hiervan doen, hè? Want helemaal dat goed, is, ja. Zal ik de wortels snijden? Oh, leuk, graag. Ik snij ze in hele mooie kleine reepjes. Jij bent ondertussen de mie aan het opzetten. Hoe lang kook jij al? Ik ben op mijn 12e naar de kokschool gegaan. Op je 12e? Na de basisschool meteen. Ik wilde kok worden en ik dacht, ik wil niet eerst 4 jaar naar een HAVO. En ja, nu ben ik 52, dus goh, dat is lang geleden. Wanneer weet je dat ze klaar zijn? Ik ben wel eens bij een Italiaanse kok geweest en dan zeiden ze, pasta is gaar als je het eruit haalt en tegen het plafond gooit en als het dan blijft plakken. Oh. Dan is het gaar. Nou, maar dat was een troep. Even uit. Dat was een troep daar. Gaat dit nu goed? Staat te doen. Ja, dit gaat perfect, maar dat snijplankje schuift zo steeds. Ja, dat klopt. Zie je, als je snijdt. Ja. Wat ik eigenlijk altijd als eerste doe, is gewoon een keukenpapiertje. Mag ik dat bij jou ook doen? Ja, zeker. Dat je een beetje tip. Nat maakt. Als je dit er nou onder legt. En nu zul je merken dat als je snijdt, ligt het snijplankje steviger. En dat is veel fijner met snijden. Snij ook minder snel in je vingers, omdat het plankje niet verschuift. Dit had ik even 10 jaar eerder moeten weten. Ik maak voor jou ook alvast plakjes van de mango. Ja, want ik heb namelijk iets heel leuks, ook voor jullie thuis. Dit hebben jullie natuurlijk. Dit zijn koekjesuitstekers. En die kun je heel erg leuk, bijvoorbeeld inderdaad, in een mango steken. Wat ik als kind altijd al heel leuk vond, is een waaier van komkommer. Nou, dat kan iedereen maken als je oud genoeg bent om een beetje met een mes om te gaan. En misschien moeten die ouders er een beetje bij blijven. Maar als je zo'n komkommertje insnijdt met een mesje, maar net niet helemaal doorsnijden. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat die hier aan het einde bij elkaar blijft zitten. Dan heb je hier zo'n waaiertje. Ja, wat leuk. En als je dan om en om een komkommerplakje even draait. Oh, wat leuk! Zal ik de sesamzaadjes roosteren? Dat is een heel goed idee. Ja, super. Nou, heerlijk zo'n chef-kok in de keuken. Wat je denk je? Nou, ja, ik denk het wel. Nu gaan we natuurlijk onze spring rolls vullen. En deze breekt natuurlijk nu als je hem gaat rollen. Ja. Dus daar is een handig trucje voor. Ja, heel simpel. Water. Waar moet nou een goede kok aan voldoen volgens jou? Het leuk vinden om aan het werk te zijn, terwijl andere mensen misschien gewoon op hun krent zitten. Ja. Terwijl jij staat te koken, zitten andere mensen feest te vieren. Dat moet je niet erg vinden. En als jij toch ook een beetje iets hebt van, ik vind het wel leuk of ik vind het wel cool om toch ook een beetje even de ster te zijn en applaus te krijgen, dan is kok zijn natuurlijk ook heel leuk. Want op het moment dat jij het eten op tafel zet, daar worden andere mensen heel blij van. En dan ben je ook wel snel de held. Pak je gewoon het flapje een beetje op. Moet je altijd voorzichtig doen. En dan rol ik het een beetje van mij af eigenlijk. Ja. Nu is het wel fijn. Kijk, ik heb iets meer ruimte hier aan de zijkant. Ja. Als je wil zorgen dat het er niet uitvalt, kijk, dan kun je dat naar binnen klappen. Dan kan de vulling er niet uitvallen. Ja. En het oppakken moet je een beetje voorzichtig doen. Ja, dan leg je ze zo erop. Misschien. Hoe leuk. Ja, dit is net superleuk. Met zo'n komkommetje erbij, dan heb je gewoon een heel leuk feestelijk voorgerecht. Kijk hoe het eruit ziet. Wow, kijk nou, hoe cute. Nee. Ik heb honing, daar kan je heel veel saus mee maken, toch? Ja, honing, een klein zoetje is altijd wel lekker. Zeker als je er iets zuurs bij doet, hè? Citroen of limoen. Nou, dit gaat helemaal goed. Dit gieten we dan heerlijk in het bakje, denk ik. Zo. Klaar. Kijk nou, nou, helemaal leuk. Jongens, kijk even naar onze super vrolijke spring rolls. Hier word je toch helemaal blij van. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe ze smaken. Dit is zo lekker. Wil je dit recept nou ook? Check even de website. En heel veel plezier met maken, maar vooral eten. Want dit is echt een ontzettende aanrader.